Het gras is gemaaid, de banen liggen er schitterend bij. Hier op het gras van Rosmalen zullen zondag de beste Nederlandse tennissers en enkele absolute wereldtoppers actief zijn. Grote blikvanger is natuurlijk weer Kim Clijsters. De voormalige nummer 1 van de wereld wil hier in Rosmalen een mooie basis leggen voor een mooi slotstuk van haar carrière. Dat verder nog leidt tot Wimbledon, de Olympische Spelen in Londen en de US Open. En om haar carrière waardig af te sluiten is Clijsters al een tijdje volop in training op de banen van Rosmalen. Vanwege een heupblessure sloeg ze het gravelseizoen over, maar nu is ze weer fit en helemaal gefocust op het specifieke tennis op gras. Ik ben heel blij dat ik hier ben. En ik ben ondertussen ook al een aantal weken hier goed aan trainen geweest, als het weer goed meeviel natuurlijk. Allee, ik heb inderdaad wat langer op gras kunnen trainen dan misschien normaal. Dan de andere speelsters die misschien wat langer op gravel hebben moeten spelen. Maar, dus ja, ik bedoel, ik ben goed voorbereid, ik heb goed getraind. En ik heb het belangrijkste nog mijn lichaam genoeg kunnen laten rusten om te recupereren van die blessures. Clijsters zet een punt achter haar carrière na de US Open. Maar eerst wil ze schitteren op gras. Niet alleen in Rosmalen, maar vooral ook in Londen tijdens Wimbledon en de Olympische Spelen. Voor mij persoonlijk een heel uniek moment om die Olympische Spelen te kunnen spelen op Wimbledon. Dat is voor mij nog altijd een van de mooiste en prestigieuze toernooien die er bestaan. Met de geschiedenis en alles wat dat daar rond hangt. Leuk om op Wimbledon die Olympische Spelen te kunnen spelen. Kim Clijsters, blikvanger van het UNICEF Open dit jaar. En ze is van plan om hoge ogen te gooien. Zullen we afspreken dat we elkaar volgende week zaterdag nog een keer spreken? Ja, laten we hopen. Kim Clijsters is er dus weer bij dit jaar op het gras van het Autotron in Rosmalen. Net als bijvoorbeeld de twee Nederlandse topvrouwen Kiki Bertens en Arantxa Rus. Twee speelsters die het dit jaar uitstekend doen. En wellicht dat we dankzij hen weer mooie Nederlandse tennistijden gaan beleven. Net zoals bijvoorbeeld in de jaren 90 toen onze Mirjam Oremans nog tot de absolute wereldtop behoorde. Ja, ze doen het! Wat een fantastische prestatie van Kristy Bogert en Mirjam Oremans. Op de Olympische Spelen in 2000 beleefde het Nederlandse damestennis een van haar laatste echte hoogtepunten. Het duo Oremans-Bogert haalde in Sydney zilver bij het dubbelspel. Maar daarna werd het stiller en stiller. We zijn altijd gewend geweest dat er altijd opvolging is geweest. Dus dat hadden we nu ook verwacht. En daarom werd er iedere keer gezegd van het gaat heel slecht met de damestennis. Dat is misschien ook wel een tijdje zo geweest. Maar dan werd er aan ons gevraagd van waar ligt dat dan aan? Ja, dat weten wij ook niet. Maar betere tijden lijken nu aangebroken. Nederland heeft momenteel 3 speelsters in de top 100. Michaela Krajicek, Arantxa Rus en Kiki Bertens. Het is fantastisch. Dat heeft Nederlandse tennis gewoon echt wel nodig. Dus de jeugd kan zich daaraan optrekken, die kan zich daaraan spiegelen. Ja, dat is gewoon nodig om het Nederlandse tennis hoog te houden. En zij zijn eigenlijk de ambassadeurs van het Nederlandse tennis op dit moment. Ja, ik denk zeker dat het heel bijzonder is. Ik denk dat het een aantal jaar geleden dat het voor het laatst was. En ik denk zeker dat het ook voor de tennissers die er net iets onder staan, dat het zeker weer een goede stimulans is om met elkaar gewoon proberen met z'n allen in die top 100 te komen. Is het toeval dat er nou in één keer 3 dames in de top 100 staan? Nou, ik weet niet of het toeval is. Ik denk een tijdje zijn we al heel goed op de goede weg. En iedereen werkt er natuurlijk hard voor. En ik denk dat het alleen maar nu wordt uitbetaald met een goede positie, alle 3. De top 100 is altijd zo'n barrière waar je doorheen wil. En dan moet je gewoon keihard blijven werken om hoger op te komen. En dat doen ze op dit moment. Ook op de UNICEF Open kunnen Krajicek, Rus en Bertens laten zien wat ze in hun mars hebben. Alle 3 doen ze mee. Het publiek in Rosmalen kan bij de dames van echte Nederlandse topspeelsters genieten. Want het zijn blijvertjes. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat een 4e ronde van Rus haar zoveel zelfvertrouwen moet geven. Dat ze ook tegen top 30 spelers en misschien zelfs wel van top 20 spelers kan gaan winnen. En Kiki Bertens die heeft natuurlijk net een toernooi gewonnen in Marokko. Waardoor ze de top 100 binnen is gekomen. En ook op Roland Garros heeft ze zich gekwalificeerd. Dus dat moet gewoon zelfvertrouwen geven om gewoon lekker door te blijven trainen. Hard te blijven werken en vooral positief te blijven. En hoe Kiki Bertens en Arantxa Rus het hier op het UNICEF Open gaan doen, kun je dagelijks zien in ons tv-programma. Vanaf 5:05 word je helemaal bijgepraat over de belangrijkste wedstrijden die hier gespeeld worden. Mirjam Oremans zal de spelers en speelsters gaan analyseren. En ook hebben we tal van mooie reportages over de dingen die hier zowel buiten de tennisbanen om gebeuren. Iedere dag vanaf 5:05 het UNICEF Open Journaal, te beginnen met zondagavond. Tot dan.